We gaan er natuurlijk een goochtag van maken. Prachtig weer. Een schitterend deelnemersveld. En de afwezigen hebben ongelijk. Er is niks aan te doen. De wet van de sport is dat we moeten ervoor zorgen dat de zwaksten. En nog nooit is de gelauwerde wereldkampioen van drie dagen voordien hier de winnaar geweest in Maldegem. Het is aan Niels Albert om te bewijzen dat ik ongelijk heb. Dus als Niels Albert hier wint, dan is de eerste keer dat de wereldkampioen hier zal gewonnen hebben. Ik was heel kans in 2008 dat de bewust dat toen een keer gewonnen. Ben ik wel. We hebben de profs nog niet, hè? Nee, we hebben de profs nog niet. Dus vandaag om aan u om te bewijzen dat alles kan, hè? Dat gaan we proberen. Dat is goed, dat is goed, dat is goed. Vanaf dames en heren, met dat kleine aandenken dan ook hier aan Niels Albert, die we dan ook hier vandaag goed op God zien door de fotografen. Dan bent u voldoende gerecupereerd van de voorbijgaande nachten? Nee, eigenlijk vanaf vandaag eerst keer terug kunnen. Ja, tuurlijk. Komt wel goed. Veel succes. We hebben twee dagen kunnen fietsen door de festiviteiten en huldigingen en verplichtingen. Maar de benen voelen toch niet echt slecht aan en we hebben vandaag een heel snelle omloop. Dus ik hoop dat ze mij 20 minuutjes geven om er wat in te komen. En dan hoop ik toch van een mooie prestatie te krijgen. Jammer dat het zwemwerk niet is? Ja, natuurlijk is dat jammer. Hè. Het is jammer dat er dat Stiebar moeten afbellen heeft, dat Sven moeten afbellen heeft, dat Bart er niet bij is. Zondag iedereen terug paraat. Alle ogen vandaag gericht op u? Ik hoop van niet, want dan kunnen ze eigenlijk misschien wel eens kijken. Een schitterende ereplaats dan ook hier gaat toevertrouwen. En hij heeft ook hoogend hier in de finale van de treffen geeft. De bloemen die de BK's zeker houden. Dan ook het Tom Meusen ontgoochend dan ook hier in deze finale van de treffen. Dan Roper Peter, de beide mannen van Fidea dan ook hier gaan de ereplaatsen. En dan nu zal met Klaas van Turmelt in het gezelschap dan ook van deze stem. Thank you.
aflevering van de zesde editie van de Gostijn Parkcross in Maldegem. Dames en heren, het applaus voor nummer 3 van de middag, Dieter van Toernat. Tweede plaats weggelegd dan ook, vice-kampioen van België uiteraard, met uw warm applaus voor Kevin Pauls. En dan de man die ervoor gezorgd heeft dat het groen de smaakmaker was van de middag. Uw applaus voor winnaar Sven van Toernat. En de burgemeester mag uiteraard dan ook hier van de gelegenheid gebruik maken om samen met de organisatoren dan ook de bloemen te overhandigen. Dat wordt kennis nemen dan ook met Raf van de Velde die de bloemen uitdeelt. En uiteraard dan ook Schefferzele, Gans Berthe als mannen die achter de schermen zoveel werk wisten verrichten. Ook hier de deputé was Giel de Bruggeman. En zo gaan we ook de schepen van sport nog even dankbaar wezen om hun acte de présence te tekenen. De Oegestein hoort er uiteraard dan ook bij hier ter gelegenheid van de Augustijn Parkcross, waar we met z'n allen dan ook hier vandaag optimaal hebben weten te genieten van dat boeiend spektakel. We gaan ze nog even verwennen. Sven van Toernat, geflankeerd dan ook door Kevin Pauls en Dieter van Toernat. Voilà, dames en heren, tijd om afscheid te nemen dan ook van deze zesde editie.